daar ondertussen al meer dan 9 maanden bezig. Hoe is het daar op dit moment? We hebben hier nog dagelijks luchtalarmen. En dat betekent dat je eigenlijk moet gaan schuilen in een ruimte die veilig is. We hebben ook nog altijd een avondklok. Dus mensen moeten voor een bepaald uur binnen zijn. Ja, Rusland bombardeert het land nog altijd. En het Russische leger heeft ondertussen veel elektriciteitscentrales vernield. Dat betekent dat er geen stroom is, geen verlichting, maar ook geen stromend warm water of geen verwarming. Je koelkast, je kunt niet meer koken, je kunt de wc niet meer doorspoelen. Dat kan een paar uur zijn, maar dat kan ook langer zijn, een paar dagen. Het is nog niet echt super koud, we zijn nu nog onder het vriezen momenteel. Maar dat kan wel oplopen tot -10, -20 in de komende weken. Heb jij daar een zicht op hoe dat de situatie is voor kinderen in Oekraïne? In het oosten van het land zijn heel veel scholen vernield. Dus kinderen kunnen moeilijk dan terug gaan naar school. Maar dan wordt er wel ingezet op online lessen. Het Rode Kruis probeert op verschillende manieren te helpen. Ze voorzien plekken waar Oekraïners op elk moment naartoe kunnen. Om op te warmen, internet te gebruiken of te bellen met vrienden of familie. We voorzien een aantal speelruimtes waar kinderen ook altijd terecht kunnen, waar spelletjes gespeeld worden, maar waar ze ook kunnen praten over bepaalde dingen die ze gezien hebben. We hebben ook een aantal specifieke dokters die enkel voor kinderen werken, maar kinderen krijgen op die manier ook de kans om te praten over misschien angst, om te praten over stress, over hoe ze zich voelen. Hey, merci om te kijken. Maar ga je nu al weg? Ik heb hier nog veel meer video's voor jou. Of abonneer je op ons kanaal, dan mis je geen enkele video van Karrewiet.